Suriname bereidt zich als gastland voor op de High Level Security Conferentie. Deze wordt gehouden van 21 tot en met 22 april 2022. Het hoofdthema van de conferentie is transnationale misdaad, een bedreiging voor de stabiliteit van duurzame ontwikkeling. Het subthema is veiligheid en de impact op onze ontwikkeling. In dat kader had president Chandrika Prasad Santokhi een gesprek met minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken en een delegatie van het Directoraat Nationale Veiligheid. Het belangrijkste onderwerp op de bespreking was cyberterrorisme. Diverse internationale en regionale organisaties zullen participeren aan de conferentie, die van cruciaal belang is voor het formuleren van beleid om veiligheidsdreigingen aan te pakken. De thema's van de conferentie zijn uitgezet in 3 werkgroepen. Te weten 1. Drugshandel, illegale handel en handel in vuurwapens, witwassen van geld en corruptie. 2. Samenwerking op het gebied van migratie, border management en maritieme beveiliging. En 3. Cyberveiligheid, cybercriminaliteit en cyberbescherming. Er zullen gesprekken worden gevoerd met Telesuur en Digicel om vooral de banksystemen veilig te stellen.